Deze activiteiten houden een zeker risico in. En verrassend genoeg kunt u bij deze activiteiten ook letsel of aandoeningen oplopen. Hoewel de meeste kantoren lang niet zo gevaarlijk zijn als risicovolle sporten, liegen de cijfers er niet om. Elk jaar lopen heel wat mensen RSI op vanwege ergonomische risicofactoren op het werk. Een groot deel daarvan in een kantooromgeving. Volgens schattingen wordt 20-40% van het ziekteverzuim op kantoren veroorzaakt door RSI en aanverwante klachten. In dit programma, RSI, voorkomen is beter dan genezen, bespreken we het volgende. Wat is ergonomie? Veel voorkomende gezondheidsklachten bij kantoorwerk. Oorzaken en risicofactoren die bijdragen tot RSI. En maatregelen om RSI te voorkomen. Ergonomie bestudeert de relatie tussen mensen, hun werkzaamheden, de apparatuur die ze gebruiken en hun werkomgeving. Het doel hiervan is het werk af te stemmen op het individu en niet andersom. Omdat ons lichaam zo bewegelijk is en een groot aanpassingsvermogen heeft, zijn we geneigd om onszelf aan te passen aan onze omgeving in plaats van andersom.